Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting voert een renovatieproject uit bij 6 overheidscrèches. De totale kosten hiervan bedragen ruim 4,7 miljoen SRD. De crèches die na ruim 40 jaar een metamorfose ondergaan zijn Kotomisi, Nene, Fayalobi, Kokori en Mamyo van Paramaribo, terwijl Gongote de Hanaslust staat. Middels de renovatie wordt gezorgd voor adequate opvang van de volgende generatie Surinaamse burgers die opgevoed zullen worden tot waardige Surinamers. Eigen onderhoud op regelmatige basis zullen ervoor zorgen dat de gebouwen een veel langere levensduur hebben en kindvriendelijkheid.